komen er zo aan. Ik ben even mijn lightbox aan het veranderen. Want daar stond nog steeds baby it's cold outside. Nou klopt dat wel enigszins. Maar ik vond het niet meer zo toepasselijk. Dus daar gaat voor nu iets verjaardagsachtigs in. Voor vanavond natuurlijk ook. En daarna moet ik weer even iets leuks verzinnen. Als jullie nou een leuke quote-achtig iets weten, laat het hieronder in de reacties. Dan zie je je quote wel voorbij komen op de lightbox. En dan zal ik hem zo af en toe ook eens benoemen van wie ik hem heb. Dat vind ik zelf ook wel leuk. Dus nu wachten op mijn broer. En nou, mijn schoonzus was gisteren ziek, begreep ik. Dus ik weet niet of ze meekomt. Maar goed, we gaan het zien. Ik zie vanzelf wie er komen. Gaat vanavond ook. Zo, goedenavond. Weinig gevlogd vandaag. Mijn broer en mijn schoonzus zijn met de kleine jongen wel geweest. Maar ik ben vergeten te vloggen, eerlijk gezegd. Het was wel heel gezellig. Hij heeft hier lekker rondlopen banjeren, die kleine. En ik heb lekker zitten kletsen met mijn broer en mijn schoonzus. Dat was ook heel gezellig. En voor de rest heb ik niet zoveel gedaan vandaag. Lekker een beetje in huis gerommeld, serie gekeken. Nog even wat boodschappen gedaan. En nu is het tijd om klaar te maken voor mijn verjaardag. Dus ik ga me even, nou ja, opknappen. In de renovatie gooien, zoals ik dat altijd zeg. En dan komen straks mijn ouders om even hier de boel in orde te maken. Met stoelen en tafels en weet ik het allemaal. En dan kan het feest losbarsten. En daar ga ik zeker wel wat van filmen vanavond. Dus er komt nog een hoop vlog aan. Zo, nou, ik ben er klaar voor. De lichtjes zijn aan. Straks gaan de kaarsjes nog aan. En dan even wachten op mijn ouders om de boel nog een beetje te verbouwen. De tafel weer daarheen. En die hoek hier weer vrijkomt. En dan wachten tot de visite komt. En kijk nou, ik had het jullie al verteld. Hey Koel! Hallo! Mama heeft bokkenpoten gebakken. Oh, lekker zeg. En Koel gaat er nu een testen. Oh, maar de bel is gegaan, dus ik ga even gauw open doen. Gezellig feestje gisteravond. Jullie hebben wat beelden kunnen zien. Niet heel veel gevlogd. Maar nou, jullie hebben een beetje kunnen zien hoe druk het was en hoe gezellig het was. En het is nu, ik weet niet, even kijken of ik de klok goed in beeld heb, 9:15. Ik was vanochtend eigenlijk al om 7:00 wakker. Maar toen heb ik eerst in bed op mijn telefoon Wie is de Mol teruggekeken. En de video van Guido teruggekeken. Toen ben ik nog even gaan dutten. Toen ben ik opgestaan, net mijn ontbijt gegeten en nu ga ik deze puinhopen opruimen, afwassen. En daar staat natuurlijk nog het een en ander. Papa en mama komen me straks ook nog even helpen om alles weer een beetje op zijn plek te krijgen. Maar eerst maar eens even zorgen dat dit opgeruimd wordt. Zo, alsof er nooit iets gebeurd is. Alles weer op zijn plek. Daar weer. Afwas weg. Nou, super. Nu ga ik zelf eventjes zorgen dat ik ook weer een beetje toonbaar word. Zo. Nou, een beetje een zondagmiddagdip of zo. Maar goed. Ik weet niet eens wat ik ging vertellen. Jawel. Ik ga mijn vlog even in elkaar zetten. Die zou eigenlijk vanochtend online moeten komen. Maar door alle verjaardagsdrukte is dat er niet helemaal van gekomen. Dus die zet ik even uit naar morgenochtend. Dan zorg ik dat die morgenochtend om 7:00 online is. Een dagje later is ook niet zo erg. Dat is de vlog van afgelopen week. Dus dat is wel leuk. En dan ga ik vanavond voor het avondeten een beetje de restjes opmaken van gisteren.
dan ben ik daar ook maar gelijk vanaf. Gelukkig is er niet heel veel over gebleven. En de dingen die het meeste kwaad konden, heb ik meegegeven. Dus dat is ook fijn. Ik ben erg verwend. Ik heb van mijn broer windmufflers gekregen voor op mijn camera. Van Jeroen een hoesje voor mijn camera. Nou, van mijn ouders het statief wat jullie al gezien hadden. En voor de rest heb ik geld gekregen. En een bon van Isipri, Doekle. Een van Isipri, een van Douglas en een van Ethos. En ik word gewhatsappt. En geld heb ik gekregen. En dat gaat in een spaarpotje voor mijn nieuwe camera. Ik wil heel graag een andere camera. Eentje met betere kwaliteit. Niet dat ik deze kwaliteit slecht vind. Maar ik merk toch, zeker als het wat donkerder is en zo. Dan maakt die toch niet helemaal de beelden die ik graag zou willen hebben. Dus dat kan wel beter. Maar goed, het heeft geen haast. Want tot die tijd kan ik prima met deze camera overweg. Alleen wil ik op termijn gewoon een nieuwe. Dus ik denk wel dat dat gaat lukken. Dus ik ga even aan de vlog beginnen. Zo, lieve mensen. Het is inmiddels eigenlijk al maandag. Ik zei toch dat ik gisteren een beetje en niet lekker was. Nou, dat werd alleen maar erger gedurende de dag. En vanochtend werd ik met zo'n snothoofd wakker. Dus daar lag het aan. Waarschijnlijk nog een verjaardagscadeautje van deze of geen. Maar goed. Hierbij wil ik alsnog de vlog afsluiten. Bedankt voor het kijken. Ik hoop dat jullie hem weer leuk vonden. Ik heb in ieder geval een superleuk weekend gehad met mijn verjaardag. En dan zie ik jullie in een volgende vlog of video. Doeg!